Hallo en welkom bij een nieuwe commentary van Nick. Ik speel 3 tegen 3 face-off domination op Erosion. Ik speel weer met de PP90 M1. Het is een beetje een inspiratie van Bear XHD geweest. Ik heb zijn video bekeken waarin hij die keisnelle mol-up heeft gehaald. En vroeger speelde ik ook al met de PP90 en de laatste tijd dus niet zo heel veel meer. En hij heeft me dus weer geïnspireerd om het dus toch weer te gaan gebruiken. Ik heb nu de Silencer. Ik speel met een best wel aparte class. Scavenger Hardline Marksman. Dan als eerste perk die ik bij krijg Sleight of Hand. Dan heb ik Assassin Pro en dan heb ik Blind Eye. Mijn secondaries zijn FMG9 en Kimbo, die gebruik ik niet zo vaak. En ik heb hier de specialist alweer te pakken. Ik ben weer een beetje op dreef gekomen na mijn vakantie. Ik heb bijna al mijn potjes 2.0, maar niet echt de killstreaks of zo. Ja, er zit wel een keer een 7 killstreak bij de attack heli heb of zo, of specialist, en dan is het klaar. Oeh, je campertje, weggewezen daar. En dan kom ik niet verder. Maar het is dus ook wel lekker als je even na zo'n potje even weer kan capturen en even weer kan commentary kan maken. Vind ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik heb het die 2 weken wel gemist, dat ik op vakantie was. En ik ben nu alweer meer dan een week terug, geloof ik. Mijn vriendin komt aanstaande dinsdag, 's ochtends vroeg terug naar huis. Ook vanuit Italië, die was net op vakantie gegaan nadat ik terugkwam, zeg maar. En dus ik heb haar eigenlijk nou al bijna 3,5 week niet gezien. En ja, ik mis het toch wel. Mogen jullie best weten. Ja. Let op dit stukje. Ik schiet hem dood. Hij spant recht in mijn neus. Het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Ik ga best wel lekker. Hier word ik jammer genoeg gekild. Ja, face-off. Ik vind het niet zo leuk meer gewoon. Het was dat die andere 2 zeiden die er ook bij zitten dat ze face-off wilden doen. Maar ik was lekker domination aan het doen. Ik heb telkens een potje. Nou, bijvoorbeeld lockdown. Dan heb ik een potje terminal. Dan heb ik weer een potje mission bijvoorbeeld. Dan heb ik weer terminal. Zo ging het hele tijd door. En dat is ook wel best wel lekker. Een paar goede potjes tussen gehad. Maar terminal is niet echt mijn game op MW3. Op MW2 was het een lekkere map. Het was echt een lekkere map. Maar op Modern Warfare 3 vind ik hem niet zo geweldig. Nee. Ik mis high-rise eigenlijk. En als ik high-rise heb, dan zou ik misschien wel wat meer search doen. In verband met het naar de overkant schieten en zo. Dat vond ik echt altijd heel leuk om te doen. En dat is ook een van de redenen waarom ik misschien MW2 zo heel even zou terugpakken. Om gewoon even dat te doen. Ik heb het de laatste tijd niet gedaan. Omdat ik heel veel Modern Warfare 3 doe dus. Ik ben nu 18e prestige. Ja. Vanochtend geworden. En ik ben nu al level 67. Want er is dubbel XP. En dat gaat dus echt keihard. Dus ik hoop dat ik over 2 dagen prestige 19 kan zijn. Zodat ik eind volgende week. Of eind die week daarna misschien al prestige 20 kan zijn. En die uitspelen. En dan heb ik het eindelijk gedaan. Heb ik hem eindelijk uitgespeeld. Het was een hele opgave. Want op een gegeven moment was ik 15. Nou, ik had niet meer zoveel zin om door te gaan. En Marco zegt, nou ik ga door. En ga jij dan ook door? Dus ik druk op prestige mode. En hij doet het niet. Hij is lekker 15e gebleven. En ik was 16e. En dat vond ik eigenlijk best wel lelijk om te zien. Want 16e is gewoon, ziet er gewoon eigenlijk gewoon niet uit. Dus ik ga maar door tot 20, ja. Ja, nou ja, doe maar dan. Ja, ik hou er niet zo van. Prestige op MW3 vind ik niet zo geweldig meer. Nee, dat mogen jullie best weten. Dit is een aparte kill. Hier maak ik een triple feed. Hier heb ik er nog een. We zijn bijna aan het eind van de game. Duurt toch wel even. Domination op 3 tegen 3. Het is ongelooflijk. Het is wel leuk. Maar te weinig mensen, vind ik. Veel te weinig mensen.
Ik ben het ook niet meer gewend om met zo weinig mensen te spelen. En het potje hierna had ik een geniale killcam. Ik ging net zo lekker als dit potje ongeveer. En ik had een killcam. Ik schoot er één dood. En ik knifte de... Of die andere ging een final stand. Nee, Deadman's Hand. Sorry, zeg ik verkeerd. En die knifte ik. En zijn Deadman's Hand ging niet af. En toen was het final killcam. Ik was zo blij. Ik ging niet dood. Het eind van het potje. Even de final kill. Nou ja. KSG. Kutwapen. Star player 5.0. Kill death ratio. Bedankt voor het kijken mensen. 28 om 4. Een heerlijke kill death. Tot de volgende keer. Later.